Het Bestrijding Internationale Drugsteam van het Korps Politie Suriname KPS heeft gisteren 55 kilo drugs aangetroffen in een container van een vliegtuig. Dat meldt het KPS in een persbericht. Het gaat om een container waarin koffers worden geladen, waarna deze met de koffers wordt geplaatst in de bagageruimte van het vliegtuig. De drugs is ontdekt tijdens een reguliere controle waarbij er gestuurd is op onregelmatigheden. Er is toen een onderzoek ingesteld en een dubbele bodem is ontdekt. De drugs is in beslag genomen en overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. De afdeling Narcotica onderzoekt de zaak.